beginnen snel met nieuws van deze week. Klaas Dijkhoff blijkt wachtgeld te krijgen. De vraag is hoeveel? Over die vergoedingen, hoeveel krijgt hij eigenlijk als Kamerlid? Dat kun je even opzoeken. Ik geloof dat het bruto bijna 115 is of zo. Maar dat is omdat een andere journalist me dat net vertelde. En hoeveel krijgt u er nou bij omdat u minister en staatssecretaris bent geweest? Bruto weet ik het niet, maar het is ongeveer 24 netto, denk ik, in het jaar. Bruto 115 plus 24 netto. Sinds wanneer kan Klaas Dijkhoff het woord duizend niet meer zeggen? Want in het universum van Dijkhoff zijn dit zeker ook de sprookjes van N1 Nacht. Zijn dit dingendoekjes? En dit een poot. Kijk, ik vind het prima dat je wachtgeld krijgt, maar laten we in ieder geval afspreken, als het om gemeenschapsgeld gaat, dan zeg je gewoon duizend. Wond je witte neukfilter? Kanoneer je man op Wit Kabaal. Of baten gedichtjes achter in de torrent. Slik bier, word je te kabonneren. Vlag hoor, boei.